Marien. Zo. Dankjewel, Harry. Mijn naam is Marien Boers. Ik ben binnen het programma WTI 2017... draag ik een stuk verantwoordelijkheid voor het faalmechanisme Duinen als Deltariaan. Mijn counterpart zit daar achter in de zaal, dat is Wouter Vries. We hebben op 4 november hebben we een bijeenkomst gehad rond de proeftoets Duinen. Dat hebben we gedaan in Katwijk. Kennis van de waterkering is niet alleen gebaseerd op software, maar het is ook goed om veldkennis te hebben. Dus hier ziet u de groep op het strand om te zien wat er allemaal gebeurd is met de recente versterking daar. Dennis vertelde al net dat er een mooie opkomst was. Alle waterkeringbeheerders die een duin in een waterkering hebben zitten, waren aanwezig. Dat was de eerste dag. Volgende week woensdag is er een terugkomdag van 25 november. Dan gaan de mensen die in de tussenliggende periode een proeftoets duinen hebben uitgevoerd, vertellen wat ze allemaal zijn tegengekomen. En dat kan vervolgens worden meegenomen om het instrumentarium voor duinen verder te ontwikkelen. Het doel van de proeftoets was drieledig. Het eerste was kennis maken met het toetsen van duinafslag. Voor velen was dat vrij makkelijk, want de groep was over het algemeen goed ingevoerd in dit faalmechanisme. Het tweede is kennis maken met de software voor duinafslag. Voor duinafslag is er een standalone tool, Morfan. Inmiddels zitten we bij versie 1.3. En het derde doelstelling is ook met betrekking tot de WTI-bouwstenen, zoals Han dat ook net heeft verteld, zijn er voor het faalmechanisme duinen zijn er een aantal teksten opgesteld. En de teksten zijn ook ter beschikking gesteld met de vraag om daar te kijken van kunnen we met deze teksten aan de slag. Ik wil even wat vertellen over Morfan 1.3. Het is al 2 jaar operationeel, dus het wordt gewoon in de praktijk gebruikt. Zowel door waterkeringbeheerders als door ingenieursbureaus. Het wordt gebruikt voor het toetsen van de veiligheid voor duinwaterkeringen. Maar het is ook voor Rijkswaterstaat een heel belangrijk instrument om jaarlijks de kustlijnkaarten vast te stellen. En op basis van de kustlijnkaarten vindt het supletieprogramma voor de komende periode wordt er uitgevoerd. Voor het toetsen heeft Morfan twee modellen. Het is eigenlijk een user interface. Morfan is niet het model zelf, maar het is eigenlijk een portaal voor de gebruiker om de modellen zoals die in het WTI zijn voorgeschreven, om die toe te passen. En daar is voor Duin is het Duros Plus, gebaseerd op het technisch rapport uit 2006, is daarvoor van belang. Dat is toetslag 2A. Maar Morfan heeft ook de mogelijkheid om voor toetslag 3 een simpele X-Beach, dat is een procesgebaseerd model, X-Beach 1D uit te voeren. Het is ook een GIS-georiënteerd programma. Hier ziet je ook een kaart van Vlieland met allerlei grafieken, kaarten, tabellen en daar kan dus de gebruiker mee aan de slag. Data is voor duinen altijd wat specifiek. Dat komt omdat de kustdata van Nederland landsdekkend worden ingevuld door Rijkswaterstaat. Die maakt elk jaar opnames, zowel van het deel onderwater als bovenwater, in samenspraak soms ook met waterschappen. En dat levert de zogenaamde jaarlijkse kustlijnmetingen, de Jarkesmetingen, op. Dat zijn voor vastgestelde posities, zijn daar dwarsraaien. En die dwarsraaien die zijn dus de basis, vormen ze voor de schematisatie van de kust, voor de duinprofielen voor kustveiligheid. Die profielen die zijn via Morfan 1.3 allemaal beschikbaar, vanaf 1964 tot en met 2015. Behalve de profielen zijn ook hydraulische randvoorwaarden beschikbaar. Kom ik straks ook op. Een derde wat belangrijk is voor de schematisatie van duinafslag is de korreldiameter. Want dat is belangrijk voor het model Duros Plus. Ook die gegevens worden via Morfan 1.3 ontsloten. Het is ook mogelijk om andere data te gebruiken. Data die dus normaal niet wordt meegeleverd bij Morfan 1.3. Maar die dus in het kader van de proeftoets wel is meegeleverd. En daarbij hebben we landsdekkend achtergrondkaarten gemaakt, zodat je
bijvoorbeeld die Chivan weergegeven. Zodat op een gegeven moment gezicht kan worden, gekeken kan worden, is hier sprake van een laag of een hooggebied. Er zijn ook daadwerkelijke hoogtegegevens op het basis van het AHN-2-bestand met een 5x5 meter grid zijn er meegegeven. En het zogenaamde kustgrid, dat zijn dus de jaarlijkse opnames die gebruikt worden voor de Jarkersraai. Dat is eigenlijk ook een bodemhoogtekaart. Dat is ook nu voor de periode vanaf 1997 tot en met 2015 is dat beschikbaar gesteld. En er is ook een soort eigen Jarkersgrid gemaakt voor, met name juist voor het deel onder water, wat beschikbaar is gesteld voor een 20x20 meter grid. Daarnaast zijn er nog suppletiegegevens beschikbaar gesteld en enkele leggergegevens. Het is ook mogelijk dat waterkerenbeheerders eigen data kunnen toevoegen, met name harde constructies, niet waterkerende objecten, dat is toch ook wel van belang voor het toetsen op faalmechanismen duinopslag. Hydraulische randvoorwaarden. Op dit moment bevat Morfan 1.3 nog de hydraulische randvoorwaarden op basis van de waarde uit 2006. Voor 2017 zijn getallen in voorbereiding. Die hebben op dit moment nog geen status, maar ze zijn wel meegegeven. En die zijn meegegeven voor een range van kansen tussen de 1 op de 100 tot en met 1 op de 100.000. Met alle normklassen die daartussen zitten. En het is aan de mensen die de proeftoets uitvoeren gevraagd van pak er maar eentje, ga ermee aan de slag en kijk hoe dat verder werkt. Op de terugkomdag is het de bedoeling dat Deon Slachter ook over de hydraulische randvoorwaarden een presentatie zal verzorgen. Dan de WTI bouwstenen. Er zijn 4 bouwstenen meegegeven. Het eerste is het toetsschema voor het doorlopen van het faalmechanisme duinopslag. Dat is de tekst die bedoeld is voor het VTV-deel. Er zit ook een achtergronddocument bij. Het doelstelling van het achtergronddocument is om waterkerenbeheerders te helpen om een afweging te maken wanneer ze met toetslag 2 aan de slag kunnen gaan. Of wanneer het nodig is om naar de toetslag 3 te gaan. Dan is er ook een faalmechanismebeschrijving zit erbij en een schematiseringshandleiding erbij. Deze documenten zijn zonder toelichting meegegeven. Want het is namelijk de bedoeling dat deze documenten voor zichzelf spreken. Dus dat het ook zonder de begeleiding van de opstellers leidt tot een bruikbaar resultaat. Er is ook dit is mijn laatste sheet, een planning gemaakt van hoeveel tijd kost het nou voor zo'n deelnemer om zo'n proeftoets uit te voeren. Ten eerste, we hebben gevraagd om een proeftoets uit te voeren voor een gebied van 1,5 tot 3 kilometer. Dus het is niet de bedoeling om gelijk maar de hele kust te gaan toetsen met de proeftoets. Dat zou al te mooi zijn. Maar er is eigenlijk op 6 dagen komen we uit. Dat is een schatting van ons. En we zouden ook graag willen horen of dat inderdaad ook binnen die marge blijft. Want het is ook de bedoeling dat het effectief is, dat het niet te veel tijd kost. Nou, 2 dagen daarvan zijn besteed voor de introductiedag en de terugkomdag. 3 dagen voor de proeftoets zelf en ook een dag voor de presentatie. Want we hebben aan waterkeringbeheerders gevraagd om een logboek in te vullen en ook om een presentatie voor te bereiden. Dat was mijn presentatie. Zijn er hier nog vragen over? Heel goed, ja. Absoluut. Meneer, bedankt. En wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat de uiteindelijke resultaten van deze proeftoetsing ook in de eindrapportage terechtkomen. We zijn nu toe aan de pauze.